We staan hier nog steeds in het dorp Wijngaarden en zoals u inmiddels kunt zien is de avond hier behoorlijk ingevallen. Wij gaan naar ons laatste programma vanavond en dat is de documentaire Het Grote Gebod. Het is een documentaire over het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En de titel is ontleend aan de twee gedenkboeken van het verzet. We horen en zien het verhaal van dominee Slomp. Hij vluchtte voor de Duitsers en onder de naam Frits de Zwerver ging hij werken voor het verzet. Tevens zien we ook de geschiedenis van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Dit en nog veel meer ziet u nu in Het Grote Gebod. Onze geloofsovertuiging waarin we grootgebracht waren, die bracht met zich mee dat we automatisch, als we de kans kregen, in die illegaliteit meededen. En toen op een gegeven ogenblik meer verantwoordelijkheid in dat illegale wereldje kreeg en dus op reis moest, zeiden mijn ouders ook simpel, ja, het zal wel moeten, zei mijn moeder, en mijn vader zei, de Heer zij met u. Dat zeiden ze dan ook heel formeel, maar het was niet minder echt. En wij hadden een rector van het gymnasium in Kampen, dat was natuurlijk helemaal het einde, die zei op de dag van ons eindexamen dat wij ons best moesten doen in het verzet. Jongelui, jullie weten, er is een totalitaire oorlog gaande. Ik wens niet te horen na de oorlog dat je niet vooraan gestaan hebt. Zo langzamerhand ontwikkelt de verzetsgeest zich. Organisaties roeren zich en vinden elkaar in het verzet tegen de nazi's en een verwerpelijk nationaal-socialistische rassenleer. Door gebruik te maken van vooroorlogse, voornamelijk christelijke organisaties, kan men al snel een vertrouwd adressenbestand opbouwen. Ik zat op een jongelingsvereniging, de gereformeerde jongelingsvereniging. En dat was natuurlijk toch wel een groepje waar je toch veel gelijkgestemden had. Hè? Laat ik het zeggen, allemaal. De een die durfde wel en de ander durfde niet. Maar dat wist je niet, dat moest later wel blijken wat ervan kwam. Want we hebben ook nog iemand bij de groep gehad, bij die overval, die zich ook gemeld zou hebben. Maar die kwam niet opdagen. En later bleek dat hij het bij wijze van spreken in zijn broek gedaan had. Die dorst niet. Maar hij heeft hem nooit kwalijk genomen, hoor. Ik was voorzitter van een jongelingvereniging. Ik kende in allerlei plaatsen de jongelingverenigingen. Die hadden overal hun verenigingen, zeg maar, plaatselijke verenigingen. Ik kende er allerlei lieden van. En die heb ik wel eens stuk voor stuk gevraagd, zeg, wil je niet een beetje meehelpen? Ik zit met onderduikers. En weet jij geen adressen? En in die tijd was het heel voor de hand liggend dat jonge predikanten in een van de kleine gemeentes in het noorden van het land hun werkzaamheden begonnen. Dus heb ik daarbij gebruik gemaakt van het jaarboek van de gereformeerde kerken. In elke klas in het noorden kende ik wel een predikant. En waarvan ik ook mocht veronderstellen dat hij betrouwbaar was. En zo heb ik in een week tijd het hele noorden afgereisd. En het eindresultaat was ongeveer een 200 onderduikadressen. Primair uiteraard wel bestemd voor studenten. Maar geleidelijk aan hebben we ook deze adressen gebruikt voor andere onderduikers, waaronder ook enkele Joodse onderduikers. En bij ons woonde meneer Zandbergen, die had een meubelzaak en die was een van de eerste mensen van de LO. En daar moest ik vaak boodschappen voor doen. En het verbaasde me dan altijd dat ik altijd bij meubelmakers of bij stoffeerders terecht kwam. Toen dacht ik, zouden dat nou zulke speciale verzetsmensen zijn? Maar toen begreep ik later dat hij lid was van de Christelijke Meubelmakersbond voor de oorlog. En daar had hij allerlei contacten en die bedacht hij toen weer. Na de razzia op 22 en 23 februari 1941 op het Daniel Meijerplein in Amsterdam
werd het voor de Joodse bevolking duidelijk. Willen ze overleven, dan zullen ze massaal moeten onderduiken. De Duitsers hebben ook steeds meer mensen nodig voor hun oorlogsindustrie. Steeds driester wordt hun optreden om de duizenden Nederlanders die ze wil inschakelen te pakken te krijgen. Alsmaar groter ook wordt het aantal Nederlanders dat zich onttrekt aan de gedwongen tewerkstelling ergens in het door Duitsland bezette gedeelte van Europa. De stroom van vogelvrije zwelt met de dag aan. Het gevolg is dat het steeds moeilijker wordt passende gastadressen voor deze onderduikers te vinden. Potentiële onderduikers zijn onder meer studenten die de loyaliteitsverklaring niet willen ondertekenen, militairen die alsnog in krijgsgevangenschap moeten worden afgevoerd, en Joden. De bereidheid om een onderduiker in huis te nemen is toegenomen, maar nog niet landelijk georganiseerd. Een gereformeerde predikant uit Heemse in Overijssel, Frits Slom, heeft in juni 1942 moeten onderduiken omdat de Duitsers hem zoeken vanwege zijn fel antinationaal-socialistische preken. Op aandringen van mevrouw Kuipers-Rietberg, beter bekend als Tante Riek uit Winterswijk, hoofdbestuurslid van de Bond van de Gereformeerde Vrouwenvereniging, een strijdbare Calviniste, trekt dominee Slomp het land door om leden van de gereformeerde kerkenraden, jongelingenverenigingen en antirevolutionaire kiesverenigingen op te wekken hulp te bieden aan onderduikers. Dominee Slomp en mevrouw Kuipers besluiten een organisatie op te bouwen die niet alleen als doel heeft Joden te laten onderduiken, maar ook om jongeren te helpen die weigeren tot de arbeidsdienst toe te treden. Onder zijn schuilnaam Frits de Zwerver trekt dominee Slomp het land door en bouwt de organisatie snel en bekwaam uit. Vader was iemand, en ik denk dat dat een van zijn sterke punten was, was een zeer pastoraal iemand. Hij kon mensen bezielen, dat lees je dan bijvoorbeeld bij De Jong in zijn boek over de Tweede Wereldoorlog. Maar je vindt tegelijkertijd, en dat schrijft De Jong niet, vader was iemand met een diepe psychologische kennis. Hij, een ervaringskennis. Hij kon mensen selecteren. Hij kon met mensen een gesprek hebben en dan had hij meteen door, is dat een betrouwbaar iemand of niet? Hij had een soort van zesde zintuig, waarmee hij dus mensen kon selecteren. Heeft ze ook bijna nooit vergist. Ik heb Tante Riek het beste leren kennen in het eind januari 1944... toen ik zelf voor een poos moest onderduiken. En via oom Karel in Rietberg in Zutphen ondergebracht werd in Winterswijk ten huize van de familie Kuiper. Bij oom Piet en tante Riek. Dat was een normaal gezin. Ze hadden een zaak, maar hadden daarnaast een gewoon particuliere woning. En het gezin bestond uit drie dochters, twee zonen en vader en moeder. Het was een stijlvol gezin. Maar ze met elkaar uitermate coöperatief. Tante Riek, die wordt wel eens afgeschilderd als de persoon in kwestie die dicteerde. Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Ze waren met elkaar in het werk bezig wat ze meenden dat ze moesten doen. Tante Riek sprak wel meer, praatte wel meer dan dat oom Piet deed. Maar oom Piet kwam er in de gesprekken altijd heel rustig tussendoor met ja, maar je moet niet vergeten. En wat hij dan zei, dat sneed dan ook echt wel hout. Daar werd zeer nadrukkelijk naar geluisterd. In dit werk had je ook steun aan elkaar. Dat wil zeggen, je had er ook echt nodig om met vertrouwde vrienden waar je mee samenwerkte op dit gebied te kunnen spreken, elkaar te ontmoeten. Daar hadden we dan wekelijks zo, maar het trof mij toch een keer dat ik reisde van Almelo naar Den Haag en in dezelfde trein in Almelo, daar stapte ook Frits de Zwerver in, dominee Slom, die ik dus uiteraard van het werk kende, maar waar je wel erg tegen opzag, want het was dus nou echt een figuur in het verzet, hè. Dat was wat we dan later ook wel gelezen hebben. Het was iemand die je wat kon doen. En we hebben samen gereisd naar Deventer. En, nou ja, heel interessant op zich. En toen hij daar uitstapte, want hij pakte zijn fiets uit de trein. Haalde hij uit de trein en dan ging hij naar Tante Riek in Winterswijk. En toen zei hij tegen me bij het afscheid nemen, wees vertrouwd. Vertrouw niemand, maar saboteer zoveel mogelijk.
was een boodschap die je niet hoeft te vergeten. Reeds in de herfst van 1943 is er een organisatie opgebouwd met enkele duizenden vaste medewerkers. De LO, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, groeit allengs uit tot de grootste actieve verzetsorganisatie in Nederland. Een leger van onderduikers wordt ondergebracht bij tienduizenden gastgezinnen. Een centrale beurs zorgt voor de opvang en plaatsing door het gehele land. Als een spons zuigt de Nederlandse samenleving de honderdduizenden vogelvrijen op. Hoe is dat allemaal gegaan? Ja, met schade en schande. Er werd in het begin veel te makkelijk gepraat. Iedereen vertelde, zeg, heb je gehoord dat en dat en dat? Die heeft zijn radio niet ingeleverd, maar hij staat nog daar en daar. En die mensen hadden niet in de gaten dat de NSB, de handlangers van de Duitsers, overal hun oren hadden om te horen. En vooral op de plattelandsdorpen, waar men bijna kon denken, hey, ze handelen zo en zo. Moet je daar toch eens zien, er hangen 6 pyjama's, zeg. Hoe kan dat nou? Zou die mensen iedere dag een nieuwe pyjama aantrekken of zoiets? Nee. Enfin, er werd over gepraat. Een vriend van me, later koerier, Jodeman uit Amsterdam, heeft in het geniep, stil, dat niemand het weten mocht, alles klaargemaakt om onder te duiken. Hij had de naam van Bogart gehoord ergens. Dus ze zijn er naartoe gelopen, op de Bonnefoy. Wie weet, helpen ze ons. En hij vroeg aan de buschauffeur, weet u de Sloterweg? Oh, zei die chauffeur, Sloterweg, moet u bij de Jodenboerderij zijn? Ze schrokken zich wild, want ze wisten dat het gevaarlijk was. En nou, ik roep wel. En even later was het de passagiers voor de Jodenboerderij uitstappen. Na de vele arrestaties veroorzaakt door loslippigheid verspreidt de illegaliteit op grote schaal voorschriften voor onderduikers. De zogenaamde 10 geboden. Velen blijken bij regelmatige controles in treinen en bussen in de val te lopen door onervarenheid. Uitstappen. Zo dom waren we in het begin, hè? Want het was toch niet erg. Die Duitsers vielen best mee. Maar het valt niet mee. Op 6 oktober 1943, 's avonds, doet een Nederlandse rechercheur Van Duin samen met zijn collega een inval in de boerderij van Johannes Bogaert. Ze vermoeden aanwijzingen te vinden dat er illegaal wordt geslacht en zijn in eerste instantie onderduikers uit. Van Duin loopt per ongeluk regelrecht de schuur in waar 20 Joodse kinderen bij elkaar zitten. In het tumult dat ontstaat, wordt Van Duin door een pas bij de familie Bogaerts ondergedoken marechaussee doodgeschoten. De volgende morgen zetten de Duitsers met een grote politiemacht, afkomstig uit Amsterdam, de omgeving in de Haarlemmermeer af. Op de boerderij is inmiddels grote paniek uitgebroken. We zaten te vergaderen als LO-mensen en we hoorden de ene vrachtwagen van de Duitsers naar de andere reed voorbij, jongens, wat is er aan de hand? En toen bleek dat het bij Bogaert was, afgezet. De 20 kinderen worden door Willem, de broer van Johannes Bogaert, snel het weiland ingeloodst. En ze krijgen de opdracht zich te verdelen in kleine groepjes en zich te verstoppen vlak bij de waterkant in het riet. Wacht! Wacht!
Duitsers hebben dat hele gebied vlak bij de boerderij doorzocht met bloedhonden. Die zijn vooruitgelopen om te kijken of er ergens Joden waren, of kinderen dan. Die zijn tot vlak bij de kinderen geweest. Ze hebben de kinderen gezien, in de ogen gekeken. De honden hebben zich omgedraaid en zijn weggezocht. Door deze opmerkelijke gebeurtenis worden 22 Joodse kinderen gered. Achtergebleven 34 volwassenen Joodse onderduikers werden samen met de familie Bogaert afgevoerd en in een vernietigingskamp vermoord. Maar het hoefde niet altijd zo te eindigen. Roep Koezinga uit Pietersburen weet op zijn eigen psychologische wijze de Duitsers fijntjes een grote mond te snoeren. Die had, ik weet niet wanneer het was precies, de trouwgroep uit het noorden in huis op de boerderij daar. En kreeg 's nachts een overval van de sigaretsdienst. En die jongens die werden natuurlijk verstopt zoals dat ging in de stroopakken. Daar kun je huisjes in bouwen. En die sigaretsdienst die ging daar met zijn mensen die schuur en zo doorzoeken. En die hield die boer, een oude man, hield die iedere keer bij zich. Naast zich. En dan moet je dat een beetje voorstellen hoe dat in zo'n schuur is bij nacht. Een enkel paard dat het poot verzet, spinnenwebben, lampjes schijnen, bajonetten steken in stroopakken en zo. Zegt die boer tegen die kapitein van SD, bist bang? Die lui waren zo weg. Deze psychologische oorlogsvoering vloerde die man in één keer. De LO, net als andere vele illegale organisaties, maken tijdens de oorlog gebruik van diensten van koeriers. Meisjes en vrouwen die door de Duitsers minder intensief worden gevolgd dan jongens en mannen. Duizenden kilometers worden door deze koeriers afgelegd, vaak onder moeilijke omstandigheden. De meisjes en vrouwen kunnen wel makkelijk door de diverse controles heen komen, maar het blijft gevaarlijk werk. Verleende hand- en spandiensten aan de, nou ja, de club van de LKP. Die toen eigenlijk moeilijk uit de voeten kon, omdat ze man waren. En de vrouwen deden toen eigenlijk het zware werk, als je dat zo wil noemen, het zware werk. Ik werd dus belast met de koeriersdiensten. En daarvoor had ik een fiets die in het begin nog rubberbanden had. En daar zaten zware tassen achterop waarin ik dus wapens moest vervoeren van het ene adres naar het andere. Ja, ik moest boodschappen doen veel voor Zandbergen. En op een gegeven moment kreeg ik een briefje van iemand mee. Dat moest ik hem onmiddellijk geven. Dat was heel dringend. Dus ik ging naar zijn zaak. Dat is een meubelzaak. Maar hij was er niet, dus ik gaf het aan zijn vrouw. En ik vertelde het. En zegt ze, nou, hij is op een vergadering in een gebouw bij de kerk. Gaat er maar heen en gaat hem maar brengen als het zo dringend is. Dus ik ging daarheen en ik hoorde daar wel een geroezemoes van stem in de zalen. En ik tikte aan en ik deed de deur open. En er viel ineens een doodse stilte. Ik schrok ook natuurlijk. Ik zag Zandbergen zitten. En ik ging erheen. Ik zei, nou, ik moet onmiddellijk die brief geven. Er is haast bij. Toen stond er iemand, een man die ik niet kende. Die zei, van, komt ze uit een goed nest? En Zandbergen zei, ja, een prima nest. Of zat die laatste dan maar bij zitten. Want van de jonge mensen moeten we het hebben. En dat bleek dus later Frits de Zwerver, Dominee Slomp te zijn. Maar dat wist ik toen niet. Het leger van verzorgers, onderduikers, gastgezinnen en helpers moet echter worden gevoed en verzorgd. En naast die praktische problemen zijn er ook emotionele spanningen als het gevolg van het jarenlang binnenzitten. Vooral het wederzijds gebrek aan privacy kan ondraaglijk zijn. Ik
Ik heb daar na de oorlog wel eens over nagedacht, hè. Bij ons thuis. Wat er bij ons thuis eigenlijk gebeurde. Wat er van mijn moeder gevraagd werd. Joods kind in huis. Ruim 2 jaar. Joodse passanten in huis. Kinderen en volwassenen. 3 keer een paar weken lang een Amerikaan in huis. Angst om haar eigen kinderen. Mijn broer die ondergedoken was. Ik heb van 42... tot de bevrijding in het verzet gezeten. Maar in begin 44 ben ik ondergedoken. Die moeder moest maar zien dat er eten op tafel kwam. Ze moest zien dat iedereen een beetje schoon en heel op straat kwam. Terwijl er niks te krijgen was. Die moeders die hebben het enorm zwaar gehad. En ze moesten niet alleen dat hoor, maar ze moesten ook troosten. Toen dat Joodse kind bij ons kwam, toen was dat nogal wat overstuur. Dat was van het ene adres naar het andere gestuurd. Een kind van 8 jaar of 7 was ze. En dat komt dan ineens bij je thuis. En vraagt het een van de ene, wanneer moet ik weer weg? En naar wie ga ik dan toe? Ik bedoel, dat zo'n kind moet weer een beetje een echt kind van gemaakt worden. Er komen mensen bij haar, van de KP bij haar. Er is net iemand gearresteerd of doodgeschoten. Of er is iets anders vreselijks gebeurd. Die moeder die moet het allemaal maar opvangen. Die moet troosten, die moet verzorgen. En dat hebben we in de oorlog eigenlijk altijd maar... nou ja, aangenomen als vanzelfsprekend. Er zijn kapitalen nodig om te voorzien in de geldelijke behoeften. En verder moeten er bondkaarten, persoonsbewijzen, vergunningen en ausweisen komen. De gewone ondergrondse kanalen kunnen die behoeften niet langer verwerken. En behulpzame goede ambtenaren schieten in kracht tekort om aan die behoeften te voldoen. Dus moet men andere wegen zoeken en andere middelen gebruiken. Behalve de reeds bestaande centrales voor vervalsingen, stamt de LO een eigen vervalsingscentrale uit de grond. Die zaak is in 1942 begonnen, omdat hij inzag dat de onderduikers papieren nodig hadden. Papieren om te kunnen overleven, om niet gearresteerd te worden. En omdat het natuurlijk verschrikkelijk moeilijk was, je kon er niet bij een drukker binnenlopen en zeggen, meneer, goedemorgen, ik wil een vals papier maken. Wil u er maar voor mee doen? Moest je dat dus op een hele bijzondere manier, via relaties, moest je mensen benaderen. Goede drukkers, goede stempelmakers, goede clichémakers, die papieren konden voorbereiden en drukken. En zo zijn we dus gekomen, uiteindelijk zijn begonnen met textielpunten om aan gastgezinnen die onderduikers in huis hadden, en textiel was op de bon, de gelegenheid te geven om lakens en slopen te kopen. Vervolgens zijn we overgegaan tot het drukken van politielegitimatie, een reisdienstkaart, een spoorwegabonnement voor ambtenaren, diverse falsificaten, legitimaties. Alle departementen hadden legitimaties wel al nagemaakt. En we hebben uiteindelijk inlegvelden gedrukt waar de mensen bonkaarten op konden halen. De Duitsers hebben op een gegeven moment een Ausweis gemaakt voor arbeidsinzet. De zogenaamde bruine Ausweis. En daar hadden ze een fout in gemaakt om zodoende, als het eventueel nagemaakt werd, te kunnen onderkennen wat fout was en wat goed was. Want zij hadden die fout zelf gemaakt. Daar zijn we achtergekomen en hebben toen diezelfde fout ook in die Ausweis gemaakt. Zodat ze niet meer van echt onderscheiden waren. Persoonsbewijzen waren het moeilijkst om na te maken en de PPC die heeft ze dus gedrukt. Maar goed zijn ze nooit geworden. Toen hebben we via de LO, meen ik, een verzoek gedaan in Engeland of ze daar die persoonsbewijzen wilden drukken. En op een gegeven moment werden die gedropt. En toen kregen we ze en toen waren ze nog veel slechter dan de PPC ze gemaakt had. Het was enorm hoe dat mogelijk geweest is. In een land waar je dus vrij alles kon maken wat je wilde, was gewoon knoeiwerk. Dus dan moest je die persoonsbewijzen hier in Nederland stelen, evenals bonkaarten. Dat deden de KP's.
Later gebundeld als LKP door mensen als Hilbert van Dijk, Jacques van der Horst, Scheepstra en Johannes Post. Ja, een hele gedreven man met een prima vrouw, dat moeten we nooit vergeten, want zijn vrouw stond er altijd achter. Hij heeft eigenlijk de eerste KP in Drenthe, die werkte een beetje vanuit zijn huis, vanuit zijn boerderij. Ja, hij kon heel goed wat hij wou, dat kon hij overbrengen en dan moest het ook gebeuren. En hij was behoorlijk voorzichtig. Het moest allemaal goed uitgedokterd zijn. Voor je een overval mocht doen. En hij kon ook heel goed mensen overhalen. Bijvoorbeeld die bij de politie werkte. Of die op een distributiekantoor ambtenaren waren om mee te werken. Want het is natuurlijk net een schaakspel, hè, het verzet. Het verzet deed iets. De Duitsers deden wat terug. Het verzet moest weer wat nieuws verzinnen. De Duitsers verzonden weer wat nieuws. In het begin waren die distributiekantoren helemaal niet bewaakt. Dus je kon er 's nachts erin breken en halen naar de boel weg. Was simpel als wat. Toen kwam er natuurlijk bewaking. En toen moesten de jongens met een wapen erheen. Toen werd de bewaking ook bewapend. En zo ging het dus eigenlijk al verder. Bij het starten van die KP, en dat was een goede gewoonte, gingen wij zodra we nieuw contact hadden, niet alleen waar hij vandaan kwam, maar wat zijn kerkelijke achtergrond was. En er werd dus de wijkdominee of de wijkpastoor geraadpleegd. Bij sommige mensen had ik het gevoel dat ik ze niet helemaal kon vertrouwen. Ik kon er niet rechtuit tegen praten. En zolang ik dat niet kon doen, heb ik altijd gezegd met een boog eromheen. En dat heb ik ook altijd praktisch volgehouden. Want zo gauw als ik iemand zag waarvan ik zei, nou, die vertrouw ik niet. Dan, wat mij betreft, gingen de contacten via een ander. Ik kan u als voorbeeld vertellen dat ik in Den Ham, daar kwam ik vaak bij een familie. En op een gegeven moment kwam ik daar eens een keer 's avonds laat aan. En toen zei ik, hoor eens, kan ik hier vannacht ook slapen? Want het is me nog te ver om naar Wieren te fietsen. Hè? Kan ik hier niet blijven? Want ik moet morgen ergens anders naartoe. En toen zei hij, ja meneer, uw bed, of waar u altijd slaapt, waar u dan op andere keer verslaapt, is nou bezet door een onderduiker. Oh, ik zeg, nou, het is een tweepersoonsbed, dan ga ik er wat bij. Hè? Ik kan er geen bezwaar op leveren. Dus ik kom op die kamer en die man die doet net of hij slaapt. Hè? En dat doet net zo, maar dus dat realiseerde ik me pas later. En ik kleedde me uit, ik had pistool, leg ik onder de kussen. En ik ga verder en op een gegeven moment draai ik me om. En vertrouw, die vent deed de ogen open en ziet het, maar doet direct weer dicht. Nou, daar heb ik een aanwijzing voor gekregen waarvan zei, want die vertrouw ik niet. En ik heb daar ook ronduit gezegd tegen de jongens, zolang als die knaap daar is, dan kom ik hier niet weer. En 14 dagen later was de hele zaak daarop gerold. Nou, moet je dan maar kijken wat je dan door je heen gaat, hoor. Dat is heel, nou, dat kan je niet beschrijven. Kijk, men heeft het over goed en fout en grijs enzovoort, maar een groot deel van de bevolking probeerde het overleven, maar deed natuurlijk niet moeilijk tegenover illegaliteit. Een van de grootste bomkaartenkraken is de kraak bij de drukkerij Hoitsma in Groningen op 17 mei 1944. Daar weet de KP 133.500 bomkaarten in handen te krijgen, verdeeld over 3 periodes. Het officiële CDK besluit nu alle bonkaarten op de achterkant te bedrukken met een speciaal raster om deze grote buit in één keer waardeloos te maken. De LO laat zich niet kisten. Maar iemand van ons ging naar de firma Enschede toe en zei, meneer de directeur, ik heb 51.000 kaarten van jullie en u heeft die dingen aan de achterkant bedrukt. Ik zou graag dat matrijs van u lenen. Nou, zo'n man begreep natuurlijk best hoe de jongen aan die 51.000 kaarten gekomen was. Hè. Dat begreep iedereen wel. En dus hij zei, ik zou graag dat matrijs van u lenen. Waarop die directeur zei, wij hadden u verwacht, het staat klaar. De voorbereiding voor het distributieovervallen,
die gebeurde wat de KP en Kvisten betreft altijd heel zorgvuldig. Ik ben er zelf ook heel veel bij betrokken geweest. Je probeerde alle inlichtingen te krijgen van een distributiekantoor, tot je op een gegeven moment een vertrouwd adres had, hè, waarvan je zei dat en dat. Want we waren toch wel heel erg inventief, hoor, dat moet ik u zeggen. Ja, mijn geloof in Christus is voor mij heel belangrijk. Het is een grond in mijn leven. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je iedere minuut van de dag ermee bezig bent. En in de ploeg van Johannes Post leefde dat ook heel erg. Als we van weggingen naar een overval, dan zat je dus op één adres en dan vertrok je meestal gezamenlijk samen. En dan ging Johannes Post vaak voor in gebed. En dat was toch wel indrukwekkend, vond ik. Het officiële CDK Centraal Distributiekantoor krijgt er op 5 juni 1943 een illegaal zusje bij. Drie heren verzorgen het transport van gekraakte distributiebonnen door het gehele land, zich telkens voordoend als officiële CDK-ambtenaren. Nou, de ontwikkeling van het illegale CDK loopt eigenlijk helemaal parallel met de ontwikkeling van die knokploegen. Het ging erom dat we tot een rechtvaardige verdeling van die bonkaarten konden komen. Zoveel mogelijk brengen op de plaatsen waar ze echt nodig waren. En in de tweede plaats om voor de KP's die de kraak achter de rug hadden, de risico's te beperken. En daardoor werd dat clubje van ons gevormd. En dat is dus een geweldig hecht clubje geworden van drie mensen. Peter Russen. Peter, later burgemeester van het Friese Workum. Reinoud Raukema, arts en ondergetekende journalist. We hebben elkaar met z'n drieën gevonden en hebben erg veel lief en leed, om dat zo maar eens te zeggen, gedeeld. Op 6 oktober 1943 werd het illegale CDK voor het blok gesteld om een zeer grote, door een distributiekraak verkregen hoeveelheid bondkaarten te verspreiden. Dat was Capelle aan de IJssel. Daar werden ongeveer 13.500 bonkaarten veroverd. En die waren vervoerd naar de stad Rotterdam. Maar tijdens het transport liep er iets mis, waardoor het spoor voor de Duitsers heel duidelijk was. De illegaliteit, de LO, die had enorme behoefte aan deze bonkaarten. En op een beursvergadering ten huize van mijn ouders in IJsselmuiden werd dit probleem zeer doordringend doorgenomen. Zelf was ik een poos uitgeschakeld wegens ziekte. En toen kwamen ze mij, omdat het bij ons in huis was, ook vragen, wat denk je ervan, hoe moeten we dat nou doen? En toen opperde ik zo ineens van, dat moeten jullie met een invalide wagen vervoeren. Met een invalide wagen, zeiden ze, dat is toch idioot? Ik zei, nee, je moet natuurlijk geen echt invalide nemen, maar een pseudo. Want die kan altijd zichzelf nog redden. Die laat de boel maar achter. Reinoud Raukema weet in Zwolle een invalide wagen te krijgen, oefent een dag onder deskundig toezicht van de eigenaar en vertrekt de volgende dag met zijn broer Gijs naar Rotterdam, laat de vracht op de invalide wagen en reist af naar 's-Hertogenbosch. In 's-Hertogenbosch kwamen we aan. Het was wonderbaarlijk hoe goed de camouflage was. Want ik ben verschillende mensen die naar de beurs toe gingen en die mij goed kenden, aan de huid voorbijgelopen. En niemand herkende de strompelaar. Alleen ome Jan Slomp, het boertje uit Ruinewold, die knikte door de knieën heen en barstte bijna in lachen uit. Ik hompelde weer naar de bagagewagen toe. En daar waren Duitsers bezig hun bagage voorrang te laten geven voor de bagage van anderen. En toen zei ik zo ineens, wanneer krijg ik mijn wagen eens? Want ik kan dit zo niet langer volhouden. De Duitse officier die de leiding had, die zag mij, liet direct alles stoppen. En de Duitsers hebben keurig netjes de wagen uit de bagage
wagon gehaald. De koffers keurig netjes op de kar gezet. De dissel van de wagen keurig netjes vastgehouden, zodat ik veilig kon instappen. En hebben mij begeleid van de tweede naar het eerste perron toe. Nou, ik ben met de vracht door de controle gegaan. Die was open en bloot voor mij. Ik ben onder geleide van Jacques van der Horst naar het huis van zijn zwager, dominee Veldman, gereden. En daar liep het bijna fout, want wij waren wat overmoedig geworden. De kar werd het trottoir opgereden en toen stapte ik uit zonder krukken. Maar gelukkig was de voordeur al open, dus ik was gauw binnen. Met zijn intrede in het verzetswerk stelt iedere illegale werker zich bewust bloot aan de mogelijkheid van arrestatie. In het begin is die mogelijkheid gering en houdt hij er weinig rekening mee. Later weet hij precies waar en waardoor hij gevaar kan lopen en hoe maatregelen te nemen ter beveiliging. Maar naarmate zijn werk zich uitbreidt, zijn medewerkers en zijn contacten vermeerderen en de SD meer ingeschoten raakt in de bestrijding van het verzetswerk, vermenigvuldigt zich ook het gevaar. Bertus Valstar ondervindt dat aan de lijve en wordt gearresteerd. En ongelukkigerwijze op hetzelfde politiebureau die hij een week tevoren ongemaskerd had overvallen. Hier zijn de papieren. Ja, dat is goed. Ik zie mij. Zie mij. Laufen. Bertus Valstar probeert nog via de gevangenisstandaards briefjes naar buiten te smokkelen. En dat lukt. De man die met de brief van Rina kwam is zwaar fout. Er dreigen grote gevaren voor jullie. En voor de vrienden. Ze weten hier alles. Voorzichtig, voorzichtig. Ari en Koos in het bijzonder en Johannes. Ze worden beschouwd als de verzetsleidsmensen. Zeg toch dat niemand mij noemt sinds 3 weken moeilijke zaken. Ik heb veel moeten noemen en mijn zaak staat er zeer ernstig voor. Binnen enige dagen moet ik mijn protocol tekenen. Probeer jullie maar of je wat voor mij kunt doen. Zoek de knapste rechtskundige voor me op. Mijn leven is echter in Gods hand. Zo zie ik toch mijn vader die eigenlijk altijd bezig geweest is in die tijd met de zorg van anderen, ook toen de zaken er voor hem zeer slecht voor stonden. 3 dagen na deze naar buiten gesmokkelde brief wordt Bertus Valstar door een vuurpeloton gefusilleerd. De eerste keer dat een van je vrienden gepakt is, dan ben je er echt helemaal kapot van. Hè? Dan slaap je niet en dan als er iemand doodgeschoten is, nou dat is verschrikkelijk. Maar als het dan vaker gebeurt, dan dat is net of je dan vol bent van emoties. Of je dan alleen maar 1 ding hebt. Je moet door, je moet door. Op 16 juni 1944 wordt Dolf Edelman gearresteerd met belastend materiaal. En na een streng verhoor wordt Dolf op transport gesteld. Hij weet aan zijn bewakers te ontsnappen, maar wordt na een vuurgevecht gewond en opnieuw gearresteerd. De Duitsers brengen Dolf naar het academisch ziekenhuis in Utrecht en daar wordt hij onder bewaking gesteld. Zuster Baler herkent de pas binnengekomen Dolf. Zuster Baler herkende mij en ik herkende zuster Baler omdat ze mij elkaar kende. Zij kwam bij ons in de zaak ook wel. En toen vroeg ik aan haar of ik een briefje mocht schrijven aan mijn vrienden. En of zij kon zorgen dat het terecht kwam, dat briefje. Daar heeft zij voor gezorgd. En s'avonds had ik al bericht terug in de vorm dat er een verpleegster in scorierster in verpleegstersuniform bij mij kwam. Die kopje drinken bij zich had en op het schoteltje briefje had geplakt. Wordt dan gewerkt om je eruit te halen. De volgende avond worden de 2 agenten afgelost door 2 NSB'ers. De tijd verstrijkt
En om iets over 9 komen de KP'ers binnen. 2 in doktersjassen en 2 in burgerkleding. Ze duwen snel de revolver onder de neus van de NSB'ers en nemen Dolf mee. Ja goed, en ik ben meegelopen. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Beneden naar beneden. Op de trap kwamen we nog een dokter tegen. Die kreeg prop de revolver onder zijn neus. En die begon te lachen. Hij zei, gaan jullie maar door hoor. Er zijn gekke niks gezien. En op de binnenplaats stonden de jongens bij de fietsen. En ik ben bij een van de jongens, ik had een blote voet onder mijn broek uit, ben ik bij een van de jongens achter de fiets gekropen. Hij reed ik een trein de Singel op. Hij zegt, er staat daar een vrachtauto, daar rijd ik vlak langs en jij stapt gelijk over. Het is wat meneer om zomaar iemand voor onze lieve heer te plaatsen. Deze woorden zijn vrijwel iedere illegale medewerker die aan de liquidaties heeft moeten meewerken uit het hart gegrepen. De verzetsmensen die voor dergelijke operaties worden gesteld zijn niet bang voor het gevaar dat eraan verbonden is, maar schrikken wel terug voor het gevoel van onridderlijkheid van deze daad. KP'ers die in het gevecht met moffen of landwacht zonder aarzelen een vijand hebben neergeschoten, schrikken voor een liquidatie terug omdat ze er een te grote gelijkenis met sluipmoord in zien. Het moeilijke uit de verzetsperiode van veel KP'ers, waaronder ik ook val dus, is wel het liquideren van gevaarlijke personen. In begin 1944 was het Johannes Post en ik dacht Jan Wilschut, die ook opgeroepen werden voor een liquidatie. En die hebben ze dus niet uitgevoerd omdat ze ervan overtuigd waren dat de verdachte niet die doodstraf had verdiend. Later moet Jan Wilschut nog eens gezegd hebben, ja, het valt niet mee om iemand zo voor God te plaatsen. Dat bedoelde hij dus, ja, je speelt gelijk maar rechter en je moet schieten en je weet niet precies of de man wel of niet schuldig is. Dus daarna zijn er veel meer mensen betrokken geraakt bij het beslissen van de dood voor een verrader. Werd meestal een officier van justitie, een rechter, een geestelijke, een pastoor, pater of dominee, werd er in commissie beslist met de hogere verzetslieden of iemand dan wel geliquideerd zou moeten worden. En degene die dan de opdracht kreeg, dat waren dus de KP'ers. En dat waren nou niet de fijnste opdrachten, want het is heel verschrikkelijk als je zo'n opdracht krijgt en uitvoeren moet. Iedere goede vaderlander die in de bezettingstijd heeft meegeleefd herinnert zich nog welke voldoening hem vervult wanneer hem het sensationele bericht bereikt dat illegale werkers die zich reeds in de macht van de vijand bevinden en meestal ten dode zijn opgeschreven toch weer aan hun beulen ontkomen zijn door ontvluchting of door bevrijding met de hulp van vrienden. Een van de beroemdste gevangeniskraken is die van Leeuwarden. Er zaten er een aantal die werkelijk in levensgevaar verkeren. En van een van deze mensen kwam het bericht uit de gevangenis. Kunnen jullie ook wat doen, want dit hou ik niet meer vol. Als ik weer zo gemarteld word, dan weet ik niet wat ik doe. Dat was een normale uiting natuurlijk. Er komt een keer een eind aan het incasseringsvermogen van mensen. En toen heeft men dus in Leeuwarden plannen gemaakt, hoe komen wij daar binnen? Nou, dat is op zichzelf een moeilijke zaak, want een gevangenis is bepaald geen gastvrij onderkomen. Hè? Je kunt wel aanbellen, maar daarom doen ze nog niet open. Diverse plannen zijn geopperd, maar uiteindelijk bleek de oplossing te zijn, hoe komt de politie in de gevangenis als ze mensen naar binnen brengen? Met een insluitingsbevel. Die insluitingsbevelen lagen op het bureau van de commissaris in Leeuwarden. En dat was we zeggen dan in het Fries, een dikke min. Een bijzonder slecht mens. Maar goed, een politieman zag kans om dit gekopieerd te krijgen. En dat is dus gebruikt om, alsof het echt was, binnen te komen. Fijn, dat is geslaagd. Wij zijn met 25 man bezig geweest met deze overval. Waaronder 5 die bij de zogenaamde dekkingsploeg hoorden. Die hadden tegenover de ingang van de gevangenis een huis gevorderd.
en zaten daar met een bren en een sten en flink wapens. Mocht het nodig zijn dat Duitsers probeerden in de gevangenis te komen, dan moesten zij het voorterrein schoonvegen met hun wapens, zodat wij er weer uit konden komen. En die overige 20 zijn naar binnen geweest dus. 2 politiemensen en 3 zogenaamde gevangenen melden zich bij de poort met dat insluitingsbevel. Dat was vooraf al te kennen gegeven dat de politie kwam met 3 zwarthandelaars. En in de gevangenis accepteerde men dit verhaal dus en de deur ging open. Toen was het vrij eenvoudig om naar binnen te komen. Als je eerst de deur maar open hebt. En we hadden dit mee, de meeste van de bewakers gedroegen zich uitstekend, hoor. Prima. We hadden ook medewerking van 1 van de bewakers die alle inlichtingen had gegeven die gevraagd werden. En er was afgesproken, hij zou meteen met ons onderduiken. 25 februari 1945 verhuisde de SD in Leeuwarden naar het grote gebouw van een verzekeringsmaatschappij. De telefoonlijnen zijn niet naar de wens van de SD en moeten direct door de PTT worden aangepast. Bij de KP in Leeuwarden oppert men het idee om telefoonafluisterapparatuur aan te sluiten. Overleg gepleegd met de PTT en de meeste PTT-mensen waren prima, hadden we volledige medewerking van. En inderdaad, zij hebben onder het oog van de Duitsers in de bureaus waar de SS'ers dan zaten, kleine microfoontjes aangebracht. Ze hebben op het voorplein voor het gebouw nog iets moeten veranderen aan kabels, zodat de verbinding met de binnenstad tot stand kwam. En in de binnenstad hebben ze in een winkelpand van de familie Wielinga afluisterapparatuur aangebracht. Ik denk dat ze daar dag en nacht met z'n 3 zaten te luisteren, koptelefoons. En door die apparatuur konden ze de gesprekken van de Duitsers afluisteren, maar ook de verhoren. En u kunt zich voorstellen dat dat bepaald niet altijd plezierig was. Dat heeft geduurd tot begin april. En toen kregen de Duitsers blijkbaar iets in de gaten dat ze op een of andere manier werden afgeluisterd. En ik geloof dat toen ook het woord Oosterstraat viel. En daar in die winkel, of in een pakhuisje van die winkel, zaten ze af te luisteren. Dus toen zijn die jongens die dat elke dag en nacht deden even vertrokken, maar er toch weer heen en dan maar een paar KP'ers mee gewapend voor het geval dat. Als je er achteraf over nadenkt, dan kun je daar heel diepgaande en mooie levensfilosofieën achter schuiven. Maar de werkelijkheid was dat je vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook als pastores, voor je mensen wou zorgen en ook mensen in nood. Een van de grootste opdrachten van het christendom. Het is een boodschap van liefde, van helpen van mensen. En mensen die bedreigd werden, die hun vrijheid bijna kwijtraakten, die hadden natuurlijk weinig mensen waar ze hulp konden vinden. Ze wisten niet waar en velen durfden niet, waren bang. Het was niet zo dat wij als pastoren niet bang waren, maar toen mijn collega mij vroeg, nadat ik pas 3 maanden eigenlijk in praktijk was als kaplaan godsdienstleraar hier in Heerlen, toen zei hij, ja, we hebben geen keuze, we moeten mensen helpen. En na een nachtje slapen en een beetje toch wakker blijven, zeg maar, en veel vragen je stellen, zei ik, ja, ik kan er niet aan komen. Ik moet vanuit mijn taak en mijn verantwoordelijkheid moet ik mee helpen mensen te redden. In de jaren van de Duitse overheersing heeft de bezettende macht geen middel onbeproefd gelaten de Nederlanders te dwingen tot haar dienst. Het gehele Nederlandse volk moest worden ingeschakeld in de oorlogsvoering van het Derde Rijk. Op een manier zo grondig als alleen de Duitsers dat kunnen. Er komt een politieapparaat zo uitgebreid als ons land nog niet heeft gekend. En in de NSB hebben de Duitsers een pracht van een verklikkerschilde. Het schijnt dat de bezettende macht de Nederlanders aan een touwtje hebben. Althans, zo lijkt het. Toch zijn er mannen en vrouwen opgestaan die weerstand bieden.
onder het werk door moest zijn. Er hing veel te veel van af. Je kon niet stoppen. De onderduikers moesten de bongaarden hebben. En de gevangenen moesten bevrijd worden. Zo mogelijk. Er was geen mogelijkheid om te stoppen. Dat risico hebben genomen. Velen met hem hebben ook dat risico genomen, maar het niet overleefd. Met het grote gebod herdenken wij deze verzetstrijders.